Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag weer dropshipping product research strategie. Nou, deze gebruik ik zelf al jaren en ik heb wat dingen zitten sleutelen, wat dingen zitten toevoegen aan mijn dropshipping product research strategie. Zodat jij sneller winstgevende producten kan vinden in 2024 en Q4. Dus laten we er gelijk induiken. Voordat we beginnen, like en abonneer even op dit YouTube kanaal, want 90% van jullie is nog niet geabonneerd. En dan gaan we gewoon gelijk value met je delen. Super belangrijk is kijken wat er vandaag de dag echt werkt op Shopify, op Bol, op Amazon. Kijk in ieder geval naar andere stores die nu goed performen. Daar kan je zelf heel veel van leren. Hoe hun bijvoorbeeld hun ads runnen, wat voor landingspagina's ze hebben, wat voor producten ze uitkiezen. Kijk daar heel goed naar. Nou, hoe kan je dit nou precies zelf ook gratis doen? Dan kan je naar Facebook Ads Library gaan. En dan kan je naar ads kijken die langere tijd lopen. Nou, ik zou altijd aanraden om 2 weken minimaal. Dan kan je er wel van uitgaan dat ze vaak winstgevend draaien. Check ook hoe vaak de advertentietekst gekopieerd wordt. Vaak staat er dan 2 advertentietekstmaterialen worden deze gebruikt, zeg maar. Die tekst staat er. Nou, als 2 is het niet super hoog, maar als 20 staat op 10 of hoger, dan weet je dat ze aan het schalen zijn. Nou, check ook hoeveel creatives er zijn. En wat zijn nou precies creatives? Zijn gewoon of video's of foto's of in ieder geval hoeveel advertentiemateriaal een verkoper heeft. Oké, nou, dat is voor Facebook. En hoe kan je het op TikTok doen? Je kan je product organisch gaan opzoeken. En dan kan je video's gaan checken met extreem veel views organisch. Of gewoon TikTok made me buy it bijvoorbeeld. Of in ieder geval je product opzoeken. En dan kan je TikTok Ads Library kan je ook checken. En dan kan je ook ads checken die langer dan 1 week lopen. En check daar ook zeker van hoeveel creatives er zijn. Nou, je hebt natuurlijk seizoensgebonden producten en niet seizoensgebonden producten. En die niet seizoensgebonden noem je evergreen. En dezelfde soort type producten komen eigenlijk ieder jaar terug. Dus het is geen hogere wiskunde wat je moet gaan lanceren. En hier kan je super makkelijk op inspelen en producten gaan testen die in de zomer bijvoorbeeld steeds terugkomen. Of nu in de winter die steeds terugkomen. Nou, evergreen producten kan je dus ook langere tijd runnen. En zelfs uiteindelijk branden. Dat is het grote voordeel daarvan. Nou, seizoensgebonden producten kan je gewoon een hype mee pakken. En kan je gewoon even snelle cashflow mee pakken. Kies ook wat jij belangrijk vindt. Of dat nou snelle cashflow is of long-term branded dropshippen. Welke van deze twee het beste bij jou past. Of een combinatie van deze. Nou, check ook de verkopen op AliExpress, op Amazon, op Bol en op marketplaces. Dus eigenlijk wat ik wil dat je gaat doen is, je gaat kijken waar je product allemaal goed op verkoopt. Verkoopt het goed op AliExpress, verkoopt het goed op Amazon, verkoopt het goed op Bol, verkoopt het goed op Marktplaats of andere marketplaces die er zijn. Doe je goed je research nadat je een dropship store hebt gevonden natuurlijk die het product adverteert. Dropship store slash brand store. Dus het verkoopt nu ook goed op marketplaces. Nou, hoe kan je dat bijvoorbeeld trekken? Nou, wij gebruiken voor bolverkopers, gebruiken we Bol.ly, kan je de omzet trekken. En bij Amazon kan je Jungle Scout gebruiken. Ik heb bij allebei optioneel gezet, want het is niet super belangrijk om de exacte omzet te weten. Omdat ja, je gaat toch voor je eigen Shopify store. En ja, dan ga je voor impuls aankopen en die vergelijk je eigenlijk niet met Bol en Amazon. Dus het is ook gewoon geen prijsindicatie en geen omzetindicatie, maar gewoon kijken van hey, je verkoopt goed, hoeveel reviews zijn er, hoeveel concurrenten zijn er. Daar kijk je voornamelijk naar. Nou, wat doe je nog meer? Je checkt via Google Trends hoeveel interesse er is in een bepaalde niche. Je krijgt naar die trendlijn of die omhoog gaat, ja, of omlaag. Ja, hij wil natuurlijk omhoog gaan, anders ga je er niet instappen. Je kan hierin Google Shopping gebruiken en de afgelopen 90 dagen. Dan kan je een mooie grafiek zien en dan kan je zelf zien van hey, verkoop ik in een goede markt nu of kan ik beter een ander soort product uit een andere niche kiezen. Nou, daar heb je natuurlijk 9 criteria ook nog voor een winnend product, die ik eigenlijk al jaren gebruik. En ik zal ze even kort allemaal met je doornemen. Het verbeteren van zelfvertrouwen. Dus als je producten hebt waardoor het zelfvertrouwen van de persoon verbetert, is dat natuurlijk ideaal. Nou, producten waarbij het gemak verbeterd wordt. Waardoor dingen gemakkelijker gedaan worden of sneller. Nou, lost een probleem op, slash vult de behoefte. Probleemoplossende producten zijn zo belangrijk, want mensen zijn echt bereid om te betalen voor de problemen die ze hebben. Nou, het besparen van tijd. En besparen van geld. Twee enorm belangrijke. Extreem uniek, beetje dat wow-effect, beetje van ja, dat je het niet snel in de action vindt. Een hele belangrijke. Het verbeteren van kwaliteit van leven. Nou, als iemands levenskwaliteit beter is, dan is hij daarvoor bereid geld te betalen. Vrouwendominant. Ja, we testen heel veel producten die in de vrouwen-niche zitten. Dat is gewoon een ideale markt om in te gaan verkopen. Dan heb je nog hoog geschatte waarde. Ik raad je niet aan om plastic troep te verkopen. En dus echt producten vanaf 25 euro. En vaak heb je met iets groter materiaal of iets beter materiaal, kan je ook een hogere verkoopprijs hebben.
Nou, je product moet minimaal aan 3 van deze 9 criteria voldoen. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ja, er is één uitzondering als die aan extreem uniek en aan verbeterd zelfvertrouwen of één van de andere 7 voldoet. Dan kan je alsnog doorgaan, omdat wow-effect zo'n enorm belangrijke factor is bij het vinden van winstgevende producten. Nou, daar hebben we ook nog een bonus. Je hebt natuurlijk heel veel gratis methodes nu gekregen van mijn kant om winnende producten te vinden. En dit zijn eigenlijk 4 tools die ik zelf heb gebruikt voor het vinden van winstgevende producten. PP Ads is een spy tool voor TikTok, kan je gebruiken. Minea is een spy tool voor Facebook. Ecom Hunt en NeeScraper kan je gebruiken. Ecom Hunt en NeeScraper zijn 2 die je gratis kan gebruiken. En PP Ads en Minea zijn 2 betaalde tools. Ik hoop dat deze korte video voor je heel erg geholpen heeft voor het vinden van winstgevende producten in Q4 2024. Laat me zeker weten of je hier iets aan hebt. En dan check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.